geloof op zich is goed. De Rabo Regio Trainingen heten vanaf nu de Rabo Nationale Belofte Training. Dat is heel mooi. Ja. Bondscoach Martin Lips legt uit waarom deze naam beter past. Omdat wij nu nationaal de talenten scouten en ook die in hun ontwikkeling willen begeleiden. En niet regionaal. Tijdens deze dag rijden alle ruiters een proefgerichte dressuurkliniek. Internationaal jurylid Siska van Mechelen gaf samen met de bondscoach aanwijzingen. Die schouders er zo voor je wegzetten, blijft hij niet in balans. Dan valt hij om. Nog een keer links aan galopperen, doen we datzelfde stukje nog een keer in de linker galop. We beoordelen de proef. Tijdens de proef geef ik commentaar. En dan na afloop doen we even een paar minuutjes dat doorspreken. En dan kijken we of we wat dingetjes verbeteren kunnen. Die verbetering behoeven. Die neus, of je die neus een klein beetje naar voren. Dat die daar mooi naargevelijk blijft. Bij alle ruiters die we tot nu toe hadden, waren er toch dingen waar we mee aan het werk gegaan zijn. In die paar minuten waar je dan toch de pony's alweer ziet veranderen en verbeteren. En geef je ze toch wat mee om thuis aan te werken. De jonge eventingruiters zijn eerder dit jaar gescout tijdens de Rabo Talentendagen. Door die selectie krijgen zij extra training. Je hebt toen je aanwijzing gehad op papier en daar heb je mee kunnen gaan trainen. En dan willen ze nu natuurlijk zien of je vooruit bent gegaan. Je hebt twee dressuurtrainingen en dan één clinic die we nu gereden hebben dan. En dan bij springen wordt het ook zo, twee springtrainingen en dan weer een clinic. En ook bij de cross dan ook zo, twee crosstrainingen en dan weer een clinic. Jullie zien al duidelijk verschil met een aantal maanden terug. Nou, we zien vooral de duidelijk verschil met enkele jaren terug, moet ik eerlijk zeggen. En ik kan niet zeggen dat ze nou na die twee dressuurlessen zo'n enorme progressie gemaakt hebben. Want dat is natuurlijk niet realistisch om dat zo te denken. Maar als ik kijk naar de laatste jaren, dan gaat die dressuur werkelijk serieus de goede kant op. We gaan steeds beter dressuur rijden. En wat we nu vandaag met deze kliniek proberen te bewerkstelligen, is natuurlijk dat ze ook echt proefgericht, dus secuur hun proef uitvoeren. Nou, door deze tips die we hier krijgen, kunnen we zelf in de sport veel verder en hoger opkomen. En dat is natuurlijk wel de bedoeling, om zo hoog mogelijk te komen. Waarom is het belangrijk dat deze trainingen worden georganiseerd? Omdat dit eigenlijk de talenten zijn die net onder de kader zitten. Die dus nog net niet in de kader zitten voor de kampioenschappen. Maar waarschijnlijk wel in het loop van het seizoen toetreden tot de kaders. En dan hebben ze al in zicht en dan zijn ze al getraind. En dan komen ze niet als nieuwe bakvisjes binnen. Dat is veel beter. Mijn ambitie is om nog veel verder door te groeien in de paardensport en hopelijk internationaal weer verder te kunnen starten met meerdere paarden. En wel vooral bij eventing, want dan vind ik het leukste.